Hi en welkom bij week 3. Leuk dat je kijkt. De krokodillen en de oeroeroeroes. Gedaan, maar het is wel lang geleden. Wat heb je wel eens gedaan en wat is lang geleden, Nadien? Ja, dames en heren, het is week... welke week drie. Is het? Week 3. Het is week 3. En ik ben hier met Nadien en met de boot waar we mee gevaren. Zo? Snelle boot. Kan je hem even pakken? Nadien, heb je een beetje zin in? Ik heb er echt elke dag weer meer zin in. Maar ik weet dus niet precies waarin, omdat ik nog niet weet wat er gaat komen elke dag. Maar goed. Ja. Wat gaan we doen? Ik ga een paar dingen laten zien deze week. Allereerst een paar vette shots van een paar mooie boten die aan het zeilen zijn. De krokodillen en de oeroeroes. We gaan even naar de kielboot. De sfeer zit er goed in bij die jeugdboot. Ja, hè? Ja, super gezellig. Ja, goedemorgen. Welkom op de feestboot. Hallo. Zeist, Hakka en Zeist. Wim vindt het fantastisch om in beeld te komen. Ik vind dat wel leuk, ja. Weet je nog dat outrootje van vorig jaar? Dat was lekker, hè? Ja, weet ik nog. Goeiedag. Heb je nou ook zo ontzettend genoten van deze weekvideo? Abonneer dan eventjes. Ja. Mag ik die hergebruiken? Dan mag je altijd hergebruiken. Ik vond natuurlijk ook altijd weer iets nieuws in spreken. Zullen we een nieuwe maken? Dit was het, week 3. Abonneren, duimpje en rammel dat belletje. Lekker! Tjaka! Had je afgesproken met deze meneer die hier zo aangevaren of... Deze vreemdeling voor mij hoor. Vreemdeling hè? Ik heb nooit eerder gezien. Nee. Hey Pim! Hey! Wat leuk dat jij er ook weer bent. Zeker weten, ik ben altijd. Ja, elke week? Niet elke week. Nee, helaas niet. Helaas niet. Hey, maar deze week weer lagen we al eens oefenen met Fine en Lexi. Ja, heb je het al gezien? Die zijn er niet meer hè? Die zijn er helaas niet meer. Die zijn lekker op vakantie ergens anders. Maar die komen wel terug in week 7 en in week 8. Nou, dan moeten die boys weten van vorige week. Dan kunnen ze nog een weekje komen. Ja, die zien het sowieso. Dus die zien het nee, maar deze week ben je de eindbaas hoorde ik. Je bent de kielbootvloot aan het leiden. Nee, ik ben alle instructeurs aan het helpen in hoe word je nou nog een betere instructeur. Ah, nou, onze instructeurs zijn allemaal supergoed. Maar ja, je hebt altijd iets aan een tipje en een topje. Heb jij nog een tipje en een topje? Een topje heb ik al aan en een tipje die krijg ik meestal van Pim. We hebben de jeugdboot gezien, we hebben een paar valken gezien, we hebben Pim gesproken. Maar nu wil ik nog even zien hoe die katamarans over het water aan het spuiten zijn. Nou, waar zijn we nu? Bij de kat. Bij de katamaran, en bij deze baas die er ook in de hersenkansie was, hè? Ja, ja, maar waarom geef je eigenlijk geen weekvlog in de hersenkansie? Ja, ik was toen in Japan helaas. Ja, ook leuk. Ook leuk. En nu? Zeker. Wat gaan we deze week doen? Gaan we vlam op de kat? Ja, we gaan toch wel voor 7-2 denk ik. Ja? Ja, ik had eigenlijk, zou ik zeggen, gehoopt dat Boedi inmiddels al een beetje les kon geven op de kat. Daar is een nieuw vriend die mee is, toch? Ja. Je hebt iemand nieuws hij is net aan het bord gevallen. Nou, ben je net in het water gelazerd? Ja, gangen. Heb je het koud nu? Nee, valt mee?
Hallo! Nou, we zijn feest, want we zitten bij Wiebe en de dames en bord. Wie zijn jullie? Frederik. Emily. Julia. Wiebe. Emily. Dames en heren, ik zit nu bij jullie in de boot en ze zeiden in de haven net. Ja, wij gaan even een supermooie promotie voor Wiebe maken, want we zoeken voor hem een vriendin. Ik zit al een tijdje zonder vriendin, een aantal jaar al. Dat is en de dames die zijn al sinds maandag bezig op zoek naar een mooie dame. Hey, als je de video van vorige week hebt gezien, heb je iets kunnen leren misschien? Als je nou een dikke vlag maakt en je zet er een naam op, dan krijg je aandacht. Inderdaad. Dit gaan we dan straks even maken met de dame. Geef even je Insta door. Gaan we deze geven? Ja, maar niet. Ja. Wiebe kaaklaag zeepje. En wat moet er nog meer zeggen? Kom eens bidden. Nou, Wiebe kan super goed zeilen. Super lekker instructeur. Ook niet onbelangrijk. Heb je wat te bieden? Heb ik wat te bieden? Je wordt bijna nooit boos. De boot overstroomde en hij werd niet boos. Maar het zou ook wel wat zijn als ik dan boos werd. Ja. Even een heel ander vraagje. Gaan wij opkruisen door de Zwarte Berg heen? Ja. Dat gaat lukken. Ja? Kijk, dames, daar zie je de zeilspoor natuurlijk. En hier zie je een of andere stalen brugachtige ding staan. Daar zie je dat? Ja, hij is een beetje verroest. Je ziet hem niet meer. Ja, ondertussen ziet hij niet meer staal, maar gewoon bruin. Dat was vroeger een brug. Wat? Ja, en die heette... Nee, joh. De Zwarte Breggen. Ja, daar is een boot naar voor doen. Zo, de Zwarte Breggen. Hey. Ja, dat is altijd heel spannend als de wind er precies doorheen blaast, want dan moet je opkruisen doorheen. Het schijnt het lastig te zijn. We zijn er bijna, dames en heren. Klein stukje. Kijk, we zijn door de brug aan het opkruisen, maar misschien willen we even drift rijden. Ja, laat het zien. Oh, oké. Okay. Ja. Het is gelukt, jongens. Laten we mee. Lekker, Wiebe. En let's go. En de volgende. Dit is een turbosnelheid door de Zwarte Berg heen zeilen. Bedankt voor het kijken. Kijk volgende week zeker weer. Abonneer even. Druk op het belletje. Later.